Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In de video van vandaag ga ik met jullie de kwartaalcijfers die deze week uitgekomen zijn en nog gaan uitkomen bespreken. Er zijn namelijk heel veel grote bedrijven die hun kwartaalcijfers hebben aangekondigd deze week. En wat we namelijk vaak zien is als de grote bedrijven, de grote techbedrijven hun kwartaalcijfers aankondigen, dat de beurs meebeweegt met wat zij doen. En de cijfers die zijn heel goed geweest de afgelopen week, dus daar gaan we even naar kijken. En bij de grote techbedrijven dan heb ik het over Apple, Microsoft, Amazon, Google en noem maar op. Nou, Amazon die moet zijn cijfers nog aankondigen later vandaag, maar de andere bedrijven die ik net noemde hebben allemaal hun kwartaalcijfers aangekondigd en die hebben allemaal de verwachtingen meer dan waargemaakt en ruim daarboven gepresteerd. Nou, er zijn de twee bedrijven waar ik vandaag even specifiek wat meer aandacht aan wil besteden, dat is namelijk Facebook en Visa. En het komt namelijk omdat zij ook wat meer in de spotlight staan nu met oog op crypto. Dus deze video gaat over de aandelen en over de beurs, maar ook hoe zij crypto implementeren in hun bedrijven. Mocht je dit nou interessant vinden, dan kan je mij volgen op Instagram, waar ik dagelijks updates post over mijn beleggingsportfolio en over beleggen in het algemeen. Vergeet ook niet een duimpje omhoog achter te laten onder deze video. Daarmee help je mij ontzettend veel om meer gezien te worden en dat waardeer ik enorm. Dan gaan we nu gelijk beginnen met de video. In 2019 kwam het nieuws naar buiten dat Facebook namelijk bezig was met een eigen platform, een crypto platform en een crypto munt die daarachter stond, genaamd project Libra. Dit is echter stilgezet omdat de toezichthouders bang waren dat het te veel impact zou hebben op de economie en de banken. En zodoende is het project stilgelegd. Een van de grootste investeerders in dit project was Visa. Dus dat Visa bezig was met crypto, dat wisten we al. Maar ze zijn nu zelf een samenwerking aangegaan met Crypto.com om zelf een platform op te zetten. Crypto.com is 's werelds grootste crypto betaalplatform en Visa wil ook zo'n soort platform. Wat Visa wil doen is namelijk het normaliseren of het standaardiseren van het betalen met crypto in de normale maatschappij. Wat ze dus willen realiseren met dit project is dat je kan betalen met crypto voor alledaagse aankopen. En vooralsnog hebben ze aangegeven dat het enkel kan met de coin USDC of USD coin. En dat is eigenlijk een munt die net als de USD Tether gewoon de prijs van de US dollar aanhoudt. Wel hebben ze aangegeven in de toekomst meer uit te willen breiden naar andere altcoins die gebruikt kunnen worden om dingen mee te betalen. Maar vooralsnog is dit wat er in de pijplijn zit en waar ze mee aan het werk zullen gaan. Nou, de verwachtingen zijn dat het aantal betalingen van Visa met 70% zou moeten verhogen in de toekomst. Wat natuurlijk ontzettend veel is, want het is al op dit moment een van de grootste betaalbedrijven ter wereld. Zelf heb ik ook geïnvesteerd in Visa, dus ik vind het nieuws ontzettend goed, ontzettend positief. Ik ben erg blij dit te vernemen. We zagen ook dat het aandeel van Visa na dit nieuws met ruim 2% was gestegen gisteren. Dus ik ben benieuwd hoe dit voor kan zetten de rest van het jaar. Nou, er zijn vier punten waar Visa aan heeft gegeven waar ze vooral op willen focussen. En dat zijn de volgende punten. Visa wil een grote speler worden in de cryptocurrency uitgaves. Dus ze willen zoveel mogelijk van die uitgaves die mensen doen met crypto naar hun eigen platformen weten te trekken. Want daar kunnen ze natuurlijk geld mee verdienen door een stukje transactiekosten te heffen over de transacties die gedaan worden. En op die manier dus een hele grote inkomstenbron genereren voor hunzelf. Ten tweede geven ze aan dat ze traditionele banken willen ondersteunen met het standaardiseren en het accepteren van cryptocurrencies binnen de banken. Er zijn natuurlijk twee dingen waar ik dan zelf aan denk. Wat daar heel veel impact op zou kunnen hebben is hoe gaat het met de regulering van crypto? Want op dit moment is alles anoniem, niet gereguleerd. En wat gaat daarmee in de toekomst gebeuren? Dat ben ik heel benieuwd naar. En ten tweede, hoe heeft dit positieve of negatieve effecten op crypto? Ik denk positief, want dat wordt toegankelijk voor veel mensen en ook voor veel bedrijven. En vooral bedrijven met hoge vermogen, zodat die instappen in crypto en gebruik maken van crypto als betaalmiddelen, dan kunnen bepaalde coins ontzettend hard gaan stijgen. Je ziet het bijvoorbeeld met Binance, die hebben een eigen coin, de BNB, en die wordt eigenlijk nu heel erg veel gebruikt voor het handelen van munten. Dus die wordt nu gebruikt om heel veel coins te kopen. Maar stel je voor dat je met zo'n coin bijvoorbeeld ook in de toekomst andere spullen kan kopen. Bijvoorbeeld op Amazon of op bol.com kan je betalen met zo'n coin. Ja, dan zal zo'n coin natuurlijk vaak heel veel stijgen, omdat er ineens veel meer in trek is. Er is veel meer use case voor zo'n coin, er wordt meer gebruikt en er komt dus meer volume in zo'n munt. En dat zorgt er dus voor dat de prijs heel hard kan stijgen. Verder geven ze aan in de toekomst meer stabiele altcoins te willen accepteren in hun platformen. En als laatste geven ze aan de acceptatie van crypto bij banken te versnellen. Nou, dat heeft al een beetje de overlap met punt 2. Maar dit zijn de vier punten waar Visa zich op wil focussen en wil richten de komende jaren. Nou, zoals ik al zei, dit nieuws is goed ontvangen door de investeerders. Het aandeel is al met 2,5% hoger gisteren dan de dag ervoor. Dat is erg positief en ik ben heel erg benieuwd hoe deze ontwikkelingen zich verder voortzetten. Zowel voor het bedrijf Visa, waar ik zelf aandelen heb, als voor de cryptomarkt in het algemeen. Dan gaan we verder met Facebook. En Facebook heeft ook zijn kwartaalcijfers aangekondigd. Die hebben een groei van 50% in hun omzet weten te bereiken, waar 46% werd verwacht. Facebook heeft de verwachtingen van de analisten dus ruim overtroffen en staat op de pre-market met 7,5% in het groen. Ik ben heel benieuwd waar hij de komende tijd heen gaat. En ook Facebook is geen nieuweling in crypto. Ze hebben in 2019 aangekondigd bezig te zijn met project Libra, waar onder andere dus Visa investeerder van was. Ook dit moest een betaalplatform worden om crypto meer te normaliseren.
te accepteren. En eigenlijk een beetje hetzelfde wat Visa nu aan het doen is met crypto.com. En verder moest er ook een munt achter het platform komen die dus de naam Libra draagt. Nou, dit project is dus stilgezet, zoals ik eerder zei, door de toezichthouders, omdat er angst was dat het een te grote impact zou hebben op de economie als zo'n partij met zo'n project naar buiten komt. Wat dat echt de reden is, weet ik niet, maar dat zijn de redenen die gegeven zijn toen het project stilgelegd moest worden. Nou, we zijn inmiddels 2 jaar verder en ze hebben eigenlijk vorig jaar al aangekondigd bezig te zijn met project Deem, wat eerst vorig jaar uit zou komen, maar nu zijn de verwachtingen dat hij dit jaar uit zou komen. Het gaat dus om een betaalplatform met daarachter een munteenheid. En ik denk dat als Facebook dit goed op de markt weet te brengen, dat die munt binnen no time gewoon een top 10 positie kan hebben qua grootste munten. Want ja, Facebook is ontzettend groot, kan natuurlijk heel veel stoppen in marketing. En als de use case gewoon goed is, die munt zit steady in elkaar, dan verwacht ik dat die munt heel hard kan gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer dat uit zal komen, hoe dat uit gaat komen. En ja, wat voor impact dat gaat hebben op crypto en ook op Facebook. Verder gingen er ook veel geruchten rond dat Facebook afgelopen jaar bitcoins hebben gekocht en weer hebben verkocht om zo een winst op te krikken. Nou, dit blijkt niet het geval te zijn, althans dat zegt Facebook zelf. In de earnings call die ze gedaan hebben, hebben ze aangegeven geen eigenaar te zijn van bitcoin. Nou, zoals ik al zei, de omzet van Facebook is ontzettend hard gegroeid. Het aandeel staat nu gewoon 7,5% hoger dan het gisteren genoteerd stond. Dus een flinke stijging in de koers van het aandeel. Ik bezit zelf geen Facebook, ik vind het wel een interessant bedrijf, maar ik heb eigenlijk nooit echt ingestapt. Omdat ik nooit het juiste moment heb gevonden en omdat het niet echt in mijn portfolio paste. Dus persoonlijk heb ik hem niet, maar mocht je hem wel hebben, gefeliciteerd met de mooie gains van vandaag. En hopen dat dit doorpakt. Zoals ik al zei, zijn er veel big tech bedrijven, grote technologiebedrijven, die hun kwartaalcijfers al hebben aangekondigd of dat nog gaan doen deze week. In ieder geval Google, Apple en Microsoft hebben hun cijfers al aangekondigd gisteren en eergisteren. En Amazon komt later vandaag met hun cijfers. Alle bedrijven die ik zojuist noemde hebben hun de verwachtingen eigenlijk al overtroffen, ruim. Ik verwacht dat Amazon hetzelfde gaat doen, want ik zie Amazon van al deze bedrijven als een van de bedrijven met de meeste groeipotentie nog steeds, ook al is het al zo groot. Ik ben dus heel benieuwd wat ze vandaag gaan aankondigen, maar ik verwacht dat vandaag en morgen groendagen zullen zijn op de beurs. En wat we vaak zien is deze grote technologiebedrijven goede stappen maken in hun kwartaalcijfers en op de beurs zelf, dat een groot deel van de markt daarin meevolgt. Ik hoop dus dat we de week met vandaag en morgen groen kunnen afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer gaat gebeuren. Ik ben ook heel erg benieuwd naar welke kwartaalcijfers jullie benieuwd zijn. Laat het zeker weten in de berichten hieronder, in de comments. Ik lees ze allemaal en ik probeer erop te reageren, dus ik ben heel benieuwd waar jullie naar aan het kijken zijn. Persoonlijk kijk ik nog heel erg uit naar NIO, die komt ook later vandaag. NIO is een Chinese autofabrikant die elektrische auto's maakt, net zoals Tesla, maar dan voornamelijk gefocust op China vooralsnog. En ik vind het een heel interessant bedrijf en dit is een van mijn grotere holdings. Het was het niet, maar er is hij ingegroeid met alle stijgingen die het heeft doorgemaakt het afgelopen jaar. Echt, daar zitten ze nu in een flinke dip. Ze staan denk ik 30% lager dan waar ze ooit op stonden. En mochten ze dus goede kwartaalcijfers weten aan te kondigen, dan zal het me niet verbazen als die zomaar 5 of 10% stijgt op de nabeurs later vandaag. Ik kijk vooral uit naar het aantal auto's wat ze weten te produceren. Want vaak bij dit soort bedrijven is de supply die ze kunnen aanleveren de bottleneck. Ze kunnen niet voldoende auto's produceren. Dat is vaak waar het op stuk loopt. De vorige kwartaalcijfers was dit omdat er gewoon te weinig chips werden geleverd vanuit de leveranciers, waardoor ze dus gewoon niet voldoende auto's konden produceren. Ik ben dus heel benieuwd hoe dit zich dit jaar heeft ontwikkeld, in ieder geval de eerste maanden van het jaar. Ik hoop dat ze een flinke verwachtingsovertreffing kunnen doen, zodat het aandeel wel lekker stijgt. Dan wil ik mogelijk een kleine positie uitcashen van NIO, omdat ik er dan zoveel winst op sta. Vooralsnog laat ik hem lekker staan. Ik ga even kijken wat er gaat gebeuren de komende tijd. Ik hoop in ieder geval dat ze dus, het weten te realiseren om weer zoveel mogelijk te produceren. Want dat is hetgeen wat het aandeel voornamelijk zal drijven. Niet zozeer de winst of verlies, maar echt de productie van de auto's van NIO. Dit was alles wat ik met jullie wou bespreken over de kwartaalcijfers van de bedrijven die deze week hun cijfers hebben aangekondigd of wat nog gaan doen. Ik vind het een hele interessante week. Dit soort weken vind ik leuk om te volgen. Ik kijk en luister ook regelmatig naar dit soort earnings calls waar dat mogelijk is. En anders lees ik sowieso vaak de kwartaalcijfers even terug op de investor relations page van zo'n bedrijf. Wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en dan zie ik jullie weer in de volgende video.